Dit is Romania's Andrea Raducan. Andrea, gold medal winning team, third in the all-around competition. Als ik het goed voor heb, is zij de laatste toestel. And if not, to finish. Zij is de tweede Roemeense hier op de toestel na Maria. Got a very good chance of getting in the medal. She was the top scorer in the qualifying round. Ze is nog maar pas 15 jaar, eind september geworden. En drukt de salto volledige schroef rugwaarts. Just shows you. Ze werd op het Europees kampioenschap juniores vorig jaar tweede op dit toestel. Maar hier in Tianjin, verrassend vijfde. En heel lang heeft het er naar uitgezien dat zij de wereldtitel zou halen. Beautiful head carriage. Bijzonder goed op de grond ook. Never looks like falling or wobbling. She gives the judges great belief in her performance. En als u naar de lichaamsbouw kijkt van dit kleine meisje, dan zal u quite met mij empty in skill value in comparison to duidelijk is dat Lingji, dus the current leader, zeer lenig moeten zijn, maar vooral ook zeer veel kracht. Gain a flick, afsprong, double hoek, de salto. Yeah, kijk, a very big dismount. Toen and wij low de oefening zagen van midstream, lacking in the difficulty, knappe Chinese meisje die eindigde met een dubbele gehurkte salto, nog maar 15, routine. Maar dus nog tijd genoeg om de moeilijke afsprong te leren beheersen. Maar deze 15-jarige doet het toch maar. En in de slow motion zag u net voordien die gehurkte salto rugwaarts met